Absoluut. Ja, kijk, we zijn op zich zijn we blij natuurlijk met de gedeeltelijke vrijstelling voor de bouw van woningen. Tijdelijk is stikstofemissies tijdens de bouwactiviteiten voor woningbouw. Die worden nu wat meer mogelijk. Dus eindelijk komt de aanleg van woningen uit een moeras waarin we sinds anderhalf jaar verzeild geraakt zijn na de uitspraak van de Raad van State. Maar wij maken ons nog buitengewoon grote zorgen om de aanleg van infrastructuur. Want de stikstofuitstoot in de gebruikersfase is nog steeds een vergunning nodig. Daar is onvoldoende ruimte voor gerealiseerd. En zelfs de minister van Verkeer of van Infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen, die heeft recent gemeld aan de Tweede Kamer dat zij zegt dat zelfs van de 7 geprioriteerde projecten op het punt van infrastructuur, dat er nog steeds onvoldoende ruimte voor is. Dus dan heb ik het nog niet eens over alle projecten die op het punt van infrastructuur gedaan zouden moeten worden om mobiliteit te garanderen, om knelpunten op te lossen. Maar zelfs die geprioriteerde projecten die zouden niet allemaal door kunnen gaan. Dus er moet nog echt veel meer ruimte komen voor natuur en ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Commissie Remkes heeft gesteld dat er 50% reductie van die stikstof moet plaatsvinden voor 2030. Het kabinet wil gaan tot 26%. U heeft onder andere ook een ontheffing voor kleinere bouwprojecten. In zo'n verhaal als dit moet iedereen pijn lijden. De boeren lijden heel veel pijn. De natuurorganisaties zijn niet blij. Ja, dan zult u misschien ook wat moeten inschikken. Ja, maar het punt is dat er sinds de uitspraak van de Raad van State is er nog geen boer die minder melk gemolken heeft. De autoverkeer, dat is weliswaar van 130 kilometer maximaal per uur naar 100 gegaan. Maar iedereen kan nog steeds rondrijden in de auto. En de industrie kan ook op gang gaan. Maar voor de bouw zie je dus dat iedere nieuwe activiteit, een nieuwe vergunning gevraagd is. Als ik eenmaal een vergunning heb om te boeren, krijg ik die. Op het moment dat ik mijn rijbewijs heb, mag ik rondrijden. Op het moment dat ik een vergunning heb om een industriële activiteit te doen, kan ik dat blijven doen. Maar voor de bouw heb ik voor iedere nieuwbouw van een huis, voor iedere weg die ik moet aanleggen, heb ik een nieuwe vergunning nodig. En daarom zie je dus dat Remkes ook terecht zei dat terwijl de bouw slechts verantwoordelijk is voor 0,6% van de totale stikstofuitstoot, ze onevenredig zwaar getroffen zijn door het feit dat er geen vergunningen meer gegeven worden. Want wij kunnen dus niets meer. En vandaar dat ook Remkes pleitte voor een vrijstelling voor woningbouwactiviteiten. Nou, daar komt nu het kabinet deels aan tegemoet. Maar voor de aanleg van infra is dus nog steeds niks geregeld. De paarse olifant is natuurlijk eigenlijk dat u vindt dat de partij die het meest voor de vervuiling zorgt, namelijk de boeren, veel harder moeten worden aangepakt. Dat is toch eigenlijk de conclusie wat u zegt? Nou, de conclusie van wat ik zeg is dat wij als Bouw in Nederland zijn wij uiteraard graag bereid om het gesprek aan te gaan hoe de bouw- en infrasector zijn steentje kan bijdragen aan die stikstofreductie. Maar zelfs als wij dus volledig emissieloos produceren, dan hebben we het probleem nog steeds niet opgelost. En wij vinden dat andere veroorzakers van de stikstofuitstoot ook hun bijdrage op een evenredige manier moeten leveren. Dus gelijke monniken, gelijke kappen. En dat betekent dat ook landbouw, industrie en verkeer hun bijdrage moeten leveren. En een robuust bronbeleid blijft dus onze oproep. Want anders krijgen we nooit een sterke natuur en krijgen we geen ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Er zijn natuurlijk twee partijen in het kabinet, de VVD en uw eigen partij, het CDA. Die hebben gewoon gesteld, er mag geen koe gedwongen afgevoerd worden. Dus dan zitten we vast. Kijk, het gaat me niet zozeer om of er een koe gedwongen afgevoerd moet worden of niet. Waar het mij om gaat is dat we voor iedere sector die stikstof uitstoot, dat we een tijdpad moeten afspreken en een reductiepad moeten afspreken waarbij iedereen verplicht wordt om een vermindering van de stikstofuitstoot te realiseren. En hoe we dat doen, dat gaat in overleg met de sectoren. Dus ga in overleg met de industrie, ga in overleg met landbouw, ga in overleg met de bouw hoe je die stikstofuitstoot moet realiseren. Maar we kunnen hoog en laag springen, maar uiteindelijk zal de stikstofuitstoot omlaag moeten en zal er extra versterking voor de natuur moeten komen, want anders kunnen we niets meer in dit land. Ja. Het is nu halfwege oktober. Carola Schouten, de minister, die wil eigenlijk voor de kerst de wet er doorheen hebben.
Als ik u zo beluister, moet er nog het een en ander gebeuren. Je kan je ook voorstellen dat als zoiets in de campagnetijd plaatsvindt, dat dat waarschijnlijk niet tot een hele vruchtbare oplossing gaat leiden. Hoe groot acht u de kans en welke bewegingen denkt u dat er nog te maken zijn om het inderdaad zowel door de Tweede als de Eerste Kamer te laten gaan? Kijk, ik denk dat het van belang is sowieso, hè, wil je de woningbouw überhaupt mogelijk maken, dat een spoedige behandeling van die wetsvoorstellen absoluut noodzakelijk is. Maar er zal dus meer moeten gebeuren. Tegelijkertijd is het duidelijk dat je ook niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer een meerderheid moet hebben. En dat betekent dat er dus tegemoetkomingen gedaan moeten worden aan die partijen die in de Eerste Kamer nodig zijn. Nou, als je kijkt naar de opstelling van GroenLinks, als je kijkt naar de opstelling van de Partij van de Arbeid, zal er dus meer ten aanzien van de versterking van de natuur moeten gebeuren. En tegelijkertijd zal er ook een robuuster, een dwingender bronbeleid moeten komen. Dus een dwingender afspraken over de reductie van de stikstofuitstoot door alle sectoren die nu een bijdrage leveren aan die stikstofuitstoot. En anders gaat het helaas niet lukken. Dus het is nog absoluut geen uitgemaakte zaak dat zelfs de woningbouw van de kant kan komen, omdat dit wetsvoorstel ook voor de partijen die nodig zijn om in de Eerste Kamer een meerderheid te hebben, de steun van te krijgen. Nou, hebben GroenLinks en Partij van de Arbeid laten weten dat ze zich niet tegen elkaar laten uitspelen. Dus als u ze, als u ze mee wil hebben, zult u ze alle twee mee moeten krijgen. En ik begreep ook via GroenLinks dat u contact heeft met GroenLinks en zij gaan een eigen alternatieve wet ter tafel brengen. Zij hebben een alternatieve wet. En ik hoop dat dus het kabinet of de partijen die de regering vormen, dat die samen met GroenLinks en de Partij van de Arbeid kijken hoe ze hier nu werkelijk een werkbare wet kunnen maken die zal leiden tot 1. Een versterking van de natuur. 2. Ruimte voor economische ontwikkelingen. En dan heb ik het ook over economische ontwikkelingen voor de landbouw, maar op een duurzame manier. Dan heb ik het ook over economische ontwikkelingen voor de industrie. Dan heb ik het ook over economische ontwikkelingen voor de bouw. Maar we zullen dus allemaal onze bijdrage moeten leveren aan die stikstofuitstootreductie. En anders komen we er niet. Toch doet ze toch wel de wonderlijke situatie nu voor dat de belangrijkste obstakel in uw lobby, want u bent een van de belangrijkste lobbyisten van Nederland, is uw eigen CDA. Want als u beweging wilt krijgen, zult u hem onder andere daar teweeg moeten brengen. Houdt u dat voor mogelijk? Als we dit probleem willen oplossen, dan zal iedere partij moeten bewegen. Je zult dat daarna tegelijkertijd ook moeten realiseren. En dat zullen alle partijen die in de politiek actief zijn, zullen zich dat moeten realiseren. Dat wij ook de infrastructuur nodig hebben om daarmee de economie juist een push te geven, om banen te behouden, om de bouw aan de slag te maken. We zien dus op dit moment achterblijvende investeringen in de lokale infrastructuur. We zien dat bepaalde projecten die op het punt van infrastructuur gepland stonden niet kunnen plaatsvinden vanwege het stikstofbesluit. Ja, dan kunnen we, als we ons uit de economie willen uit de crisis willen investeren en de economie een impuls willen geven, dan zullen we ook hier een oplossing voor moeten vinden. Dus ik zou zeggen, voorkom dat er onnodig ontslagen vallen. Houd de bouw aan de slag, behoud banen en zorg ervoor dat er een economisch voordeel ontstaat, in plaats van dat we elkaar gevangen houden in de situatie waarin we nu zitten. Wij wensen u veel sterkte.